Bridging between Surinamese and Chinese culture. Dit was het onderwerp van de openingsceremonie van het Confucius Instituut gisteravond. Dit instituut wordt een subfaculteit van de Humaniora faculteit van de Anton de Kom Universiteit. De ceremonie bestond uit een culturele show en een seminar. Tijdens het seminar met daaraan gekoppelde workshop heeft er kennisuitwisseling plaats gehad tussen Suriname en China. De decaan van de Humaniora faculteit, Renate de Bies, heeft de presentatie gehouden over de meertaligheid in Suriname. Jack Menke, voorzitter van de Raad van het Bestuur van het Confucius Instituut Paramaribo, gaat nader in op het doel van het seminar. En de bedoeling van vandaag was om na die culturele show van gisteravond bij de eerste dag en de opening speeches, om vandaag een beetje meer kennis te maken met elkaar via in de eerste plaats de geschiedenis van de komst van Chinezen in Suriname vanaf 1853. Maar ook om de Chinese delegatie die uit China is gekomen, om die kennis te laten maken met de culturele diversiteit van Suriname. Want daar staan ze ook helemaal versteld van, dat je in zo'n klein land met weet je, iets meer dan 500.000 inwoners, dat je zo een diversiteit hebt aan godsdiensten, hindoeïsme, islam, christendom, javanisme, traditionele godsdiensten. En dat je zoveel etniciteiten hebt en zoveel talen binnen zo'n kleine bevolking. Tijdens de culturele show gisteravond is de culturele diversiteit van de twee landen gedemonstreerd. Enerzijds was er bewondering voor de Surinaamse cultuur vanuit de delegatie van China. En anderzijds hebben de Surinamers veel bewondering getoond voor de professionaliteit van de Chinezen, zegt Menke. Gisteravond, na de opening speeches, waren er fashion shows, modeshows. En de Chinezen hebben dus iets gedaan en vanuit China. En de Surinamers hebben dus hun designs gepresenteerd. En het grote verschil tussen de Chinezen en de Surinamers was dat die designs die Suriname presenteert zijn zo divers, want het zijn verschillende etnische groepen, dat de Chinezen met open mond stonden te kijken. Omgekeerd zaten wij te kijken naar de Chinezen omdat zij verschrikkelijk professioneel zijn. En fashion is dus niet iets wat particulier, weet je, door één of twee kleine bedrijfjes wordt gedaan. Het zijn grote afdelingen binnen universiteiten, waar ze vanaf hairstyling, lopen, presentatie, het designen, maar tot het verwerken chemisch en industrieel van stoffen, van zijde, dat allemaal gebeurt aan die universiteiten. En je zag gisteren dus ook bij de Chinese performance dat ze ongelooflijk professioneel zijn in eigenlijk het brengen van hun design aan het publiek. En ik denk dat we wat dat betreft dus wat kunnen leren van hun. En zij kunnen van ons leren van dus die diversiteit aan fashions waarvan ze eigenlijk nooit hebben gedacht dat er hier zo'n grote diversiteit en ook een interessante mix was is aan, aan modedesigns. Jack Menke, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Confucius Instituut Paramaribo. We spraken hem vanmorgen bij de opening van het Confucius Instituut in het Staatsoliegebouw op het Universiteitscomplex.